een PC waar je voor minder dan 1000 euro supersnel je video's kan bewerken? Hey, en wat tof dat ik aan deze gloednieuwe video hier op TechTime. Ik ben Marco en in deze video heb ik een hele toffe videobewerkings-PC voor minder dan 1000 euro. Video's editen op Full HD resolutie moet geen enkel probleem zijn en zelfs in 4K zal het ook wel eens mogelijk zijn. En ben je benieuwd naar welke onderdelen gekozen zijn? Geef deze video dan even een duimpje omhoog. Ik wil er heel graag 300 zien. En ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan even snel. En wil je de linkjes weten naar deze producten? Klap even de beschrijving open, daar heb ik alles ook neergezet. Maar laten we lekker snel gaan beginnen met de onderdelen voor deze build. We gaan beginnen met de CPU. Dit is de Intel Core i7-8700. Een 6-core processor met 12 threads. En dat is tenminste ook lekker snel voor als je wil gaan editen. Daarmee gaat het ook echt super snel en kan je ook lekker losgaan. Met 3,2 GHz op de basisklok en nog eens 4,6 op de turbo is dit een hele snelle CPU. Hij is niet overklokbaar, dat gaan we in deze PC ook niet gebruiken. En waarom hebben we nou gekozen voor Intel en niet voor AMD? Ben je nou een editor met Premiere Pro en je zet je Intel UHD graphics aan, dan zal je zeker een prestatieverschil gaan zien als je nog eens aparte videokaarten bij zet en dan gaat renderen. Dat gaat gewoon vele malen sneller dan met een AMD. Oké, dan gaan we nu op zoek naar een heel leuk moederbord. Het scheelt, we gaan niet overklokken, dus we hoeven niet de duurdere moederborden te nemen. Dus we kunnen wat goedkoper gaan inkopen. In dit geval hebben we er eens gekozen van Asus. Dit is de Asus Prime B360+. Dit is een moederbord met de B360 chipset. Dit moederbord biedt eigenlijk voor de meeste gebruikers voldoende functies. De aansluitingen aan de achterkant zijn er voor de meeste van jullie ook voldoende. En je kan eventueel ook nog eens een M.2 SSD op plaatsen. Het is niet een heel erg spannend moederbord, maar het doet wat het moet doen. Houd wel rekening mee, je kan niet gaan overklokken met het bord. Maar aangezien we de CPU hebben die ook niet kan overklokken, maakt er niet zo heel veel uit. En dan gaan we over naar het geheugen. In dit geval beginnen de geheugenprijzen al ietsjes te dalen. En dat is heel erg gunstig. Zeker voor videobewerking. Hoe meer geheugen je hebt, hoe beter. Nou, voor dit budget is 16 GB RAM toch echt wel een must. Corsair heeft hier de Corsair Vantage LPX kitje. Is wat goedkoper ook dan de concurrenten en ook de snellere varianten. Maar in de praktijk ga je dit eigenlijk amper merken. 16 GB RAM, prima te doen. Daar komen we voorlopig even mee vooruit. Oké, voor video editing wil je natuurlijk niet dat je afgeleid wordt door het geluid van je PC. Nou, in dit geval heeft Corsair hier ook een hele leuke kast voor. Dit is de Corsair Carbide 100R Silent Edition. Het is inderdaad een hele strakke, hoekige kast. Er zit weliswaar een raampje aan de zijkant, maar hij heeft ook geluid op absorberende platen. Dat houdt dus in dat het geluid wat binnen geproduceerd wordt, daarop komt en heel erg weinig naar buiten komt. Het grote voordeel hier is dat je PC vele malen stiller is en dan ook nog eens minder afleidend is. Stel je wil een voice-overtje gaan opnemen, dan kan je met deze PC gewoon simpel in dezelfde kamer zetten. Hij is gewoon ontzettend stil. Standaard worden er ook nog eens 2 ventilatoren meegeleverd om voldoende airflow te creëren. Dat het niet in één keer een sauna in je PC wordt. Het is een super stevige behuizing. Alleen qua cable management valt het wel een beetje tegen. De voeding hoeft in dit geval niet een super dure voeding te zijn. Maar het moet wel een goede voeding zijn. In dit geval gaan we gewoon weer terug naar de klassiekers. Dit is de Seasonic Focus Gold 450 watt. Dit is een 80 plus gold voeding. Semi-modulair en 450 watt. 450 watt klinkt misschien weinig, maar dat is voor deze PC meer dan genoeg. Je hebt eigenlijk geen 550 watt nodig of iets dergelijks. 450 watt is voor deze PC al meer dan voldoende. En je wil natuurlijk ook dat je PC ook snel reageert. En dat kan je doen met een SSD. In dit geval hebben we gekozen voor de Samsung 860 Evo van 500 GB. De prijs van SSD's worden steeds lager en lager. En het wordt dan ook steeds interessanter om ook een grotere SSD te nemen. De 500 GB variant biedt voldoende ruimte voor je complete Adobe pakket. Of heb je bijvoorbeeld Magix Vegas, of gebruik je eventueel DaVinci Resolve. Weet ik veel wat je gebruikt, dat kan je op deze SSD zeker kwijt. En heb je ook grote, zware footage bestanden, dan kan je met deze SSD ook zeker mee vooruit. Dan laat je al je footage alsnog snel in. En wil je nou gelijk ook eventueel een archief maken van je footage, dan is deze Seagate Barracuda van 1 terabyte ook meer dan voldoende. Gewoon 1 terabyte op even daarop te zetten en dan kan je alsnog even je data van je SSD halen. En dan, ja, dat ruikt dan ook gelijk weer een stukje op. En dan gaan we over naar het laatste onderdeel van dit koopadvies. En dat is natuurlijk ook de videokaart. Vergeet niet, het is geen game PC, het is een video-edit PC. In dit geval hebben we hiervoor gekozen voor een videokaart van MSI. Dit hier is de MSI GeForce GTX 1050 Aero ITX
2G. Onderschat het formaat niet. Het is gewoon een videokaart met een GTX 1050. Voor de meeste effecten in Premiere Pro, in Vegas of in DaVinci Resolve heb je aan de 1050 al genoeg. Je kan wel zwaar kiezen om ook nog wat hoger te gaan, zoals bijvoorbeeld een 1060. Zit je wel boven je budget, maar qua meerwaarde zal het niet heel veel verschillen. De GTX 1050 kan zeker een hele leuke boost gaan geven voor speciale effecten die gebruik maken van CUDA. En als je dit zo alles op een rijtje zet, heb je een hele toffe video edit PC waar de komende tijd zeker mee vooruit kan. En vond je dit dan ook een nuttig koopadvies? Smash dan even op die abonneerknop. Zorg ervoor dat je een likeje achtergelaten hebt. En wil je ons nog verder steunen in het maken van content? Ga dan even naar onze Patreon page. Door middel van deze pagina kunnen wij nog meer onze content verbeteren en kunnen we ook wat extra's doen voor jullie die daar ook aan meedoen. Klik gewoon even op die kaart hier rechtsboven in het hoekje. Ik wil in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Bedankt voor al je support en heb nog maar één ding te zeggen. Zoals altijd zeg ik weer, tot ergs. We'll be right back.